Morgen, Pierre. Dag, voorzitter. Oh, wat een mooie dag. Ja, jij ook een mooie dag. Een fijne dag. Zo. Zo. Zo, nou. Gezellig. Nou, daar gaan we. Oh, wacht. Hè? Oh, nee, wacht. Geweld, moment hoor. Ja. Nee joh. We zijn al een hele tijd onderweg. Ja, nee, we komen eraan. Hè? Luister, we zijn er voordat je het weet. Dus ik ga hangen, anders komen we er nooit. Dag. Ja, tot straks, hè. Zo. Gezellig. Wie was dat nou? Dat is gelukkig droog, hè. Wie belde er nou? Dat was Pierre. Pierre. En dan ga je uitstappen en achter de auto staan smiezelen. Dat doe ik helemaal niet. Het is allemaal te lawaai met jullie. Jullie praten er doorheen, dan kan ik het allemaal niet horen. Vader wordt oud, hij gaat niet tegen lawaai. Zo, nou. Nou, doe maar. Ik heb er zin in. Ja. Heerlijk. Zo. Genoteerd. Een tweepersoonskamer. Ja. Aparte bedden. Ja, en uw naam was? Wat? Wat zegt u? Hoe? Checkpoint. Checkpoint. C-H-E. Zo meneer. Oh. Ik moet zo nodig plassen. Maar nu niet. Ja. Suikers voor. Even terug naar de orde. Oh ja. U zei voor twee heren. Genoteerd. Ik zie u vanmiddag. En trouwens, u weet het, hè. Pensioen de frisse wind. Altijd tot uw dienst. Dank u wel. Dag. Oh. Waar blijft die Ron? Oh, Ron, waar ben je nou? Nee, ik schrok zo meteen, man. Natuurlijk kan dat. U wilde die hele mooie kamer aan het raam, die zo de superkamer. Ja, natuurlijk kan dat. Hallo, goedemorgen. U spreekt met de receptie van Pensioen de Frisse Wind. Ah, mevrouw, hallo. Wacht even. Uw factuurtje. Ik hoop dat u een hele mooie dag heeft. En ik zou zeggen, tot snel. Ja, mevrouw, u wilde graag het verwendweekend. Nee, meneer. Helaas. Nee, u wilde een kamer voor een week. Mevrouw, kom zo bij, hoor. Kom maar. Het is een beetje druk. Wat was de naam? Ja, mevrouw. Ja, het is geboekt, genoteerd. Dank u wel. Hé, pap. Ik vind die Pierre echt top. Want wij voor niks in het pensioen mogen. Ja, die Pierre is een soort... Die is een soort vriend. Ja, Pukkelepuk, neem van mij aan. Een goede vriend is goud waard. Goud waard. Nou, dat is hij zeker. Als je en een pensioen en een camping hebt. Ja, nou ja, ik bedoel... Het is een werk, hoor, schat. Om het allemaal draaiende te houden. Zo. Ik moet plassen. En pa, nu niet. Hè, verdorie. Kan nu niet even, zeg schat. Ja. Die Pierre, die moet op twee plaatsen tegelijk zijn. En een helpend handje zou echt niet verkeerd zijn. Nee, maar goed personeel vinden tegenwoordig is lastig, hoor. En dan bedoel ik goed opgeleid personeel. Vind je niet zomaar? Ja, juist gelijk. Hoe ver is het nog? Dat weten we net. We zijn er bijna. Zo. Ah, dat is even een mooi hotelletje. Zo, nou, uitstappen maar. Het ziet er toch hartstikke leuk uit. Ja, dat is even leuk, zeg. Jongens. Zo. Kijk nou. Ja,
Ja, kijk, als je dat van buiten ziet, dan weet je zeker dat het van binnen een hele goede organisatie is, denk ja, ik. Ja, mag ik een tosti? Ja. Nou, zullen we eerst even naar binnen gaan? Hé, oh, ik, niet de koffers meenemen, misschien. Wacht even, neem ik toch even mijn laptopje mee. Ja, zo. Het is mooi, hè? Nou, naar binnen. Mevrouw Roep. Kijk, als er een sleutel binnenkomt van de gast, ja, dan moet je hem altijd de sleutels op het bord. De sleutels van de gasten dus altijd op het bord, Pien. Ja, jongens, ja, de sleutels altijd op het bord. Goed. Lekker hangen. Maar dan heb ik het vooral over de sleutels van de gasten. Ja, precies. Dat zeg ik. De sleutels van de gasten altijd op het bord. Ja. Goed zo. Lekker hangen. Ja. En dan regel 2 hier is altijd in pensioen de frisse wind is, als de telefoon gaat, ring, dan neemt u op met 1 goedemorgen met de receptie van pensioen de frisse wind. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Ja. Proberen. Ja. Ring. Een goedemorgen, receptie pensioen de frisse wind. Wat kan ik voor u doen? Nee, Pien, het is waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Dat is wat er gezegd wordt. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Ja, daar zit je er heel dicht tegenaan. Bijna, maar niet helemaal. Nee. Handdoek op de eerste etage. Goed. En, mevrouw Rond, niet vergeten. De sleutels altijd op het... Bord? Ja, goed. Bord. Dan weer rond. Ze leert al aardig. Die pret. Nou, gezellig. Zeg. Dit gaat hard op werken lijken in plaats van op een luie vakantie. Ja, het is natuurlijk niet echt vakantie. Het is meer een werkvakantie. Maar ja, zo kunnen we wat terugdoen voor Pierre, waar we wat geld geleend hebben. Nou, ik heb nog niet veel lekkers voorbij zien komen. Maar je weet maar nooit. Maar ja, de familie begint het best leuk te vinden. Waarom moet mama op de sleutels van de gasten letten? En ook nog eens de telefoon aannemen? Nou ja, liever zij dan ik. Ik heb tijd schilderijtjes opgehangen en lampjes. Hoogtevrees heb. Kom op, Prees. Ik ga flauw vallen. Mama. Ja? Misschien toch iets met het eten ook. Ik denk dat dat ook goed zou... Tony, wij kennen elkaar al zo lang. Je bent mijn beste vriend. We hebben veel meegemaakt samen. Nou. Ik gun jou alles. Omdat ik weet dat je mij ook alles gunt. Daarom weet ik als geen ander dat je het niet erg vindt als ik het laatste koekje neem. Dank u wel. We doen dit allemaal voor Pierre. En jij bent Piccolo. De wat? De Piccolo. Piccolo. Ja, ik hoor je wel, maar wat Piccolo ik dan? Ja, de koffers moeten naar boven worden gebracht. Die staan toch op boven? Die van de gasten, Barry. Heren, goedemiddag. Hey, we hadden geen sfeer toen de naam van Checkpoint. Checkpoint. Even kijken. Checkpoint. Ja, Barry. 6. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ah. Heren, welkom bij de frisse wind, hè? Ja, welkom. Pien, ja. Welke kamers hebben de heren? Ik zie het al. Kamertje 6, ja. Barry, Piccolo, wil jij even de koffers van de heren naar boven brengen? Huh? Huh? Chique boel, Jeroen. En jij bent Piccolo. Ja? Oh, bedankt. Ik heb hier een brief. Weten jullie niet wie dat zijn? Jawel, Checkpoint staat hier. Jullie zijn echt van een andere planeet, hè? Mag ik iets zeggen? Weet jij dat ik jou geweldig vind? Jij bent een hele goede receptioniste. Ik hoog in de hemel niet. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij ik mis. Boerenkool. Hé, pa, wat doe je?
wat doe je? Ik zit voor je nou al een half uur hier te wachten op een simpel bordje boerenkool, jongen. Zeg, het is hier geen hotel. Nou, maar wat doet die kok dan hier? Die is hier alleen maar voor het ontbijt. Oh, en is hij daar dan de hele dag mee bezig? Ja, daar is hij de hele dag mee bezig, ja. Oh, en wat eten we vanavond dan? Weet jij eens wat je niet zou moeten doen? Nou? Moeilijke vragen stellen. Boerenkool, boerenkool, boerenkool. Goed dat ik je zie. Wij hebben handdoeken nodig. En die zou je willen hebben? Ja, nou, lijkt me wel handig. Hier is de sleutel. Yes, thank you. Dank je. Mazzel. Ja, oh, top. Yes. Shit. Avondeten? Nou, dat doen ze hier zeker niet aan. Maar de kok kan toch wel iets lekkers klaarmaken. Mevrouw, is er nog post voor mij? Nee, helaas. Nee, het loopt gesmeerd, hoor. Iedereen werkt hartstikke leuk mee. Ja. Wat een eikels, die twee jongens, zeg. Wat een zieke boel hier. Ben jij je Piccolo? Ik baal echt van die ons kamermeisje. Ja, pensioen zonder avondeten, dat is dus een half pensioen. En Piet begrijpt nu ook wel, omdat we wat geld hebben geleend van Pierre, dat we het op deze manier terugbetalen. Ja, en ze vinden het echt leuk om in de horeca te werken tijdens de vakantie. Kijk, ik begrijp natuurlijk echt wel dat wij wat terug moeten doen. Hè? We hebben natuurlijk ook wat geleend van Pierre. Maar ik moet hier wel mijn kopje erbij houden, hoor. Hoe doet die man dat? Mevrouw de Bie. Is de post al geweest voor me? Ik kijk voor je. Ja. Ach nee, sorry. Ach, hemeltje, hemeltje. Hoi. Wat? Nee, heeft hij het uitgemaakt? Mijn god, wat een nieuws. Hoe voelde je op dat moment? Wat ging er door je heen? Waren de getuigen van deze catastrofe? Oké. Goedemiddag, Pension de Frisse Wind. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, Pierre. Hoi. De handdoeken. Die moet ik in alle kamers leggen. Ja, maar had je dat gezegd dan? Nee, nee, maakt niet uit. Komt goed. Ja, ik begrijp het. Pierre, blijf je nog lang weg? Oh, gelukkig. Nee, nee, het gaat prima hier. Ja, nee, alles. Oké, tot straks. Man, waar is opa? Even niet nu. Niks, even. Opa, geen idee. Hou op. Maar opa... Lieverd, ik weet het niet. Even niks vragen nu. Dit is belangrijk. Jij brengt alle sleutels naar Puk en je vraagt of ze in alle kamers schone handdoeken legt. Ja? Maar opa... Nu. Kom op, ga. Verschrikkelijk. Ja, kijk, Pierre is wel een echte vriend geworden en hij kan ook wel wat hulp gebruiken, maar dit gaat toch echt wel een tikkie te ver. Zeg, Dick. Nick. Nou loop jij de... Nou loop jij de hele tijd in en uit, overal tussendoor. Waarom is dat? Nou, uw vader wil heel graag een bordje boerenkool. En dat... Ja, wat is er nou mis aan boerenkool? Een beetje boerenkool, dat is boer en kool in de pan, klaar. Ja, maar ik heb geen aardappels, ik heb geen... Je hebt toch een tuin? Heb jij niet een tuin? Waar ben je leuk dinges in plant? En geen aardappels gepoot? Niet? Wat ben je voor kok? Ja. Een pensioen zonder boerenkool. Sorry hoor, maar... Mevrouw. Ja, heel vervelend. Maar mijn paraplu is gestolen. Oh, u meent het. Ik kan even voor u kijken bij de gevonden voorwerpen. Ja? Misschien zit hij er wel bij. Om welke kleur gaat het? Roze. Kijk, is dit hem? Ja, dat is hem. Ach, wat fijn. Oh, was jij er nou zomaar vandoor gegaan? Oh, mevrouw, uw zonnebril. Mevrouw. Ah, ah, oh.
mooi schot. Thanks. Hoe is het mogelijk? Ja, alleen ontbijt, dat begrijp ik nog wel. Maar een bordje boerenkool, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg? Huh? Oh, Buk. Hé, hey, wat fijn. Heb jij alle handdoeken in de kamers gelegd? Ja, maar ik ga niet ook nog die bedden opmaken. In dit pension maken de gasten hun eigen bedden. Ja, mooi. In die kamer van die twee jongens is nu al een bom ontploft. Ah, nee toch? Ja, één grote bende. O jee, ik mis de sleutel. Nee, serieus? Moet je kijken? Ah, dat kan toch niet. Hoe kan dit nou? Die sleutels hebben hun geen pootjes gekregen. Misschien heb je die ene sleutel ergens anders gelegd. Nee, dat heb ik niet. Weet je, verdorie, het is hier ook zo druk. Iedereen loopt maar in en uit. Iedereen doet maar en pakt maar. En zo meteen komt Pierre en hij heeft nog zo gezegd... Pien, dat... rust, adem in, adem uit. Dit los ik op. Wie heeft de sleutel van kamer 6? Is het Pien, die door de stress niet weet waar ze de sleutel heeft neergelegd? Of is het Buk, die baalt dat ze een kamermeisje is? Of is het mijn vader, die de hele dag zeurt op boerenkool dat die krijgt en dus de hele zaak in het honderd laat lopen? Of is het Buddy, die geen piccolo wil zijn? Wie heeft de sleutel van kamer 6? Ja, ja, heel goed. Ik kom er nu aan. Ja, blijf rustig daar. Het gaat hier op rolletjes. Ja, het duurde langer dan ik verwacht had. Maar ja, er zat een kat schijnend hoog in de boom. In de boom en ik heb hem gered met zonneladder. Zo uit die boom geplukt. Pien. Wat fijn dat het daar zo goed bij je gaat. Oh, ik ben er zo blij mee. Ja, op rolletjes. Ja. Volgens mij moeten we hier niet te lang blijven, man. Ja, mijn idee, man. Ja. Beetje een dode boel hier. Nou ja, die Piccolo is trouwens wel een chille gast. Ja, laten we eerlijk zijn. Hij kan er ook niks aan doen dat die Piccolo heet, hè? Ah! Het echt mooie omgeving hier, hè? Ja, er zijn nog fietsen te huur, bijvoorbeeld. Je kunt ze allemaal huren hier. Ik kan even de omgeving bekijken. Ja, leuk. Ja. Ja. Sleutel van kamer 6 graag. Ja, de sleutel. Nou? Die is, is krom. Ja, die is even krom. Nee, maar die wordt gerepareerd, dus ga vast erboven. Wij komen er zo aan. Pien! Ja, dit kan natuurlijk niet, hè, jongens. Een sleutel kan geen pootjes hebben. Dus iemand heeft hem moedwillig kwijtgemaakt of in zijn zak gestoken. Dat kan natuurlijk ook nog. Pa, kijk eens in je zakken. Nou, ik heb hem niet. Ja, ik heb hem in de boerenkool verstopt, nou goed. Pien, jij bent een tikkeltje gestrest. Zou het niet kunnen zijn dat je hem per ongeluk ergens anders hebt neergelegd? Ron, luister. Ik ben misschien wel wat gestrest. Juist. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer weet wat ik doe. Barry, jij? Ja, kom op nou. De sleutel van die jongens? Nee, natuurlijk niet. Ik vond het irritante gast, maar verder niks. Wacht even. Als pa niet is, als Pien het niet is, als jij niet bent... Buk! Ja, sorry. Nee! Ja, ik wist ook niet dat ik zat. Ik kan er niks aan doen. Waarschijnlijk is het... Dad! Zo opent men een deur zonder sleutel. Kijk, voilà! Oh, en dit gebeurt net als ik er niet ben. Nee, hoe kan dit? Hoe kan ik het oplossen? Nou, dat is een vlaatje van een cent, hoor. Dat is een vlaatje van een cent. Ja, maar waarom is het allemaal? Dit wordt een hele zware week. Dit wordt een topweek.